zomersdebat in onze hoofdstad. Ja, want met de temperaturen van de afgelopen weken kun je voorstellen dat een verfrissende duik af en toe geen overbodige luxe is. Nou, dat is dan ook in Amsterdam het geval. Maar daar houdt de politiek zich bezig met de vraag: mag dat als vrouw ook eventueel topless? D66-fractievoorzitter Ilona Rodekerk die vindt het in het beeld van de vrije stad passen dat vrouwen zelf mogen beslissen wat ze aandoen in dat zwembad. En dus ook met ontbloot bovenlijf zou dat dan moeten kunnen. Verantwoordelijk sportwethouder Sofian Mebarki die zei dat dat te regelen was als de stad dat wilde. Die wens die was er, maar nu komt Nederland regeltjesland op zijn mooist. De beslissing daarover die wordt over de zomer getild. Het stadsbestuur die heeft voor de uitwerking van dit plan langer nodig. Dus ja, je kunt misschien wel topless zwemmen binnenkort in Amsterdam, maar dan misschien met kerst, Raquel. Ja, een nieuwjaarsduik kun je dan topless maken. Het is een wetsvoorstel van D66, uw partij. Wat vindt u ervan? Nou, ik denk dat het altijd goed is dat vrouwen zelf mogen weten wat ze aantrekken in Nederland. En dat geldt ook in het zwembad. En op dit moment zijn de badvoorschriften zo dat je als man een onderstukje, dat voldoende is. En dat je als vrouw een bovenstuk moet dragen. En ja, wellicht kiezen de meeste vrouwen er nog steeds voor om een bikini of een badpak te dragen. Maar als je dat niet zou willen, waarom zou dat dan niet mogen? Dat is een beetje gek. Is het er een beetje weer voor?